Pieter, ja, Groningen. Ja. Ja. Die strijd in Groningen die gaat maar door, hè? Het is niet voor gisteren, om maar zo te zeggen. Waar staan jullie nu, voor jouw gevoel? Wij worden iedere keer van het kastje naar de muur gestuurd. Dus ik kan niet duidelijk zeggen waar we staan. Maar dat lijkt nog steeds een beetje pappen en nat houden. Dus zijn we heel veel verder gekomen. Ik denk het niet. Ik denk eerder tegenovergesteld. Ik denk dat we veel verder weg zijn dan ooit. Ja, want ik denk heel Nederland heeft natuurlijk op een gegeven moment gehoord. Nou, de gaswinning in Groningen gaat naar nul. Ja. Nou, daar zullen die Groningers dan wel blij mee zijn. En toen kwam natuurlijk het bericht. Nou nee, de gaswinning gaat gewoon weer omhoog. Ja. Hoe kwam dat aan bij jullie? Als een mokerslag. Die belofte is een nobele belofte geweest. Hield we ons ook wel een beetje aan vast. Want misschien wordt het beter. Maar blijkt achteraf niets waar te zijn geweest. Want hij wordt gebroken. Daar waar ooit een kleine kanttekening is geplaatst over een extreme winter. Dan zou het kunnen dat we nog weer even terugkomen bij het Groningse gas. Ja, we hebben nu wel een winter en die is ook wel extreem, extreem zacht. Ja, juist. Ja, dus ja. In die zin hadden wij hem niet zien aankomen. Dus een klap in ons gezicht, waarbij je toch wel een beetje gepiepeld voelt. Ja. Kun jij iets zeggen over jouw eigen woonsituatie? Want ik ken Groningen als een prachtige provincie. Dat is het. Maar om het te wonen geeft af en toe zo nog wel soms een problemen. Nou, ja, de problemen de aardbevingsproblemen die komen inderdaad helaas te veel voor. Mijn eigen situatie is dat ik inmiddels in een nieuwe woning woon. Ongeveer 3 jaar geleden is begonnen met de sloop van die woning. Daar hij te slecht was om nog bewoond te worden. Maar dat proces is ooit 9 jaar geleden al ingezet. Dat begon nog bij de NAM. Mijn eerste schademelding daarover kreeg ik een bericht terug van nou, ik kon wel €900 krijgen. 9 jaar verder, 9 jaar strijd, staat er een nieuwe woning. En die tijd daartussen ja, is het een strijd geweest waarin heel veel mensen nu nog steeds zitten. Nou, hoe was dat? Voor mensen om een beeld te krijgen. Hoe heb jij die 9 jaar beleefd? Hoe zagen die 9 jaar voor jou eruit? Waar woonde je? Hoe ging het met je? Je voelde je als een roepende in de woestijn. Daarin ben ik uiteindelijk blij geweest dat we ook wel eens een bezoek hebben gekregen van de SP Groningen. Waarin ons geluid toch eindelijk een keertje gehoord kon worden in de gemeenteraad. Waarbij we wat meer begrip ook kregen van mensen om ons heen. Omdat het wat breder gedragen werd. Kritische vragen gesteld konden worden. En dat heeft ons uiteindelijk wel wat verder geholpen. Maar de praktijk is dat heel veel mensen in deze situatie nu steeds verder tegenover elkaar komen te staan. Hoe is het om in een huis te wonen wat niet veilig zou kunnen zijn? Dat wil je niemand toewensen. Dat gaat tussen de oren zitten. Als je daarin bent opgegroeid of zoals wij daarin kinderen hebben gekregen. Dan doet dat iets met je. En tussendoor moet je nog strijd voeren. Maar eigenlijk word je een beetje murf gebeukt. Hoe was het voor jouw kinderen? Ja, dat is een goede vraag. De oudste is 4. Die is er geboren. Maar toen ze 1 was, moesten ze op stel en sprong onze woning uit. Jullie moesten je woning zelfs verlaten? Ja. Wij hebben een schademelding gedaan. Een acuut onveilige situatie gemeld. Waarin we hebben aangegeven van ja, we twijfelen of dit nog wel draagzaam genoeg is, zo'n muur daar. Nou, ik ben daarin niet gespecialiseerd. Toen zijn ze bij ons gekomen en uiteindelijk hebben we het horen gekregen van je moet er vanavond uit. Dus dat dezelfde was, avond dezelfde nog. Avond nog. Ja, en daarin zouden we begeleid worden, ontzorgd worden. Maar we hebben de eerste maand gewoon bij mijn ouders op zolder gewoond. Ja, dat is bizar. En daarna? Daarna heb ik zelf een appartement opgezocht. De alternatieven die ik van hun kreeg eigenlijk helemaal niet voldeden aan een beetje standaarden die we gewend waren. Nou, we vragen echt niet om gouden deurknoppen, maar je moet wel een aparte slaapkamer hebben bijvoorbeeld voor je kleine. Dus ik heb zelf iets opgezocht en uiteindelijk heb ik daar akkoord voor gekregen om daar te gaan wonen. Na 1,5 jaar hebben we toch nog een keer weer moeten verkassen. Daar de financiën niet meer toereikend waren om voor ons ook daar de huur te betalen. Toen hebben we nog ongeveer 1 jaar op een camping gewoond. Op de camping gewoond? Ja. Met de kinderen ook? En met de kleine. Ja, die was inmiddels 3. Werd 4 ook in dat jaar. Dus moesten we ook nog heen en weer brengen. Om de eerste schooldagen mee te maken. En hoe reageert ze daarop? Ja, ik weet het niet. Ik kan hier naar hoofdje kijken. We praten er wel eens over, maar dat zal de tijd leren. Ja. Ik hoop goed. Ja. Ja. Maar het is dus zoveel meer dan een paar scheuren in een huis, hè? Want dat is wel hoe het in Den Haag vaak verteld wordt.
Ja, klopt. Nee, die scheur is eigenlijk het minst belangrijke. Hoe gaat het proces? Hoe wordt het mee omgaan? Wat doet het met mensen? Je wordt eigenlijk uit huis en uit weggetrokken. Ja, want wat doet het met mensen? Wat heeft dit met jou gedaan? Al die jaren en die strijd moeten voeren en alles eromheen? Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld in een relatie zit, heb je daar al twee verschillende meningen. Dus komt bekend voor misschien. Maar zeker als het over zulke problematiek gaat, nou, dan kom je elkaar wel drie keer tegen. En in ons geval is dat gelukkig goed gegaan. We zijn nog bij elkaar. Maar ik weet zeker dat er ook gezinnen zijn die letterlijk uit elkaar getrokken worden door de strijd die ze moeten voeren tegen dit kabinet. Ja. En dat moet dus afgelopen zijn. Want die strijd, die hoeven lijkt mij niet te voeren. Er is voor 300 miljard uit de Groninger bodem gehad. En nu iedere keer lopen we stuk op een stukje financiën waar we voor moeten strijden. En die strijd die moet klaar zijn. We moeten lering trekken wat we gedaan hebben. Daar zijn fouten in gemaakt. Kun je niet meer terugdraaien, maar je moet er wel van leren. Dus ook het kritische geluid moet absoluut gehoord worden. Mm-hmm. Dan stond Rutte 4 maandag op dat bordes. Ja. Hoe kijken jullie daarna? Je mag het eerlijk zeggen. Oude wijn in een nieuw flesje. Ja. Zeg ik dat goed zo? Ja, dat de mensen die daar staan nog steeds verantwoordelijk zijn voor het besturen van ons land. Vind ik waanzinnig. Dus natuurlijk, in Groningen hebben we de aardbevingsproblematiek, maar ook de toeslagenaffaire. Als je zulke grote fouten maakt, mag je daar niet meer staan. Nee. Dan is je krediet verspeeld. Ja. Wat is er nu nodig, wat jou betreft? Daden. Er wordt nu gezegd van we moeten het vertrouwen terugwinnen. Dus we moeten ons enorm gaan inspannen. Maar dat is veel te algemeen. Je moet concreet worden. Wat gaan we doen? Ja. Hoe kunnen we dat gaan doen? Wie kunnen we daarbij betrekken? En in ieder geval, de financiën mogen nooit meer een issue zijn. Daden, het moet meetbaar worden. En als daar niet aan voldaan wordt, moeten daar consequenties uit voortvloeien. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, want ik denk iedereen heeft die beelden gezien van al die mensen in de rij, in de kou. Dat is toch bizar? Ja, dat is vreselijk. Zo ga je niet meer mensen op. Nee. Dat riep je bij mij ook op, ja. En dan zijn het allemaal maar mensen die daar staan. Maar stel je eens voor dat het je eigen opa is die daar staat, die 83 jaar is, die slechte been is, omvalt in de rij van uitputting of omdat hij niet goed kan staan. Want je moet misschien even uitleggen, dat ging over een subsidieaanvraag die klopt. Mensen konden doen. Ja. Hè? Want het kwam er eigenlijk op neer, iedereen moest maar tegelijkertijd erop duiken in de hoop dat je iets krijgt. Er was 220 miljoen beschikbaar, maar de benodigde budgetten was ongeveer 500 miljoen om iedereen die er recht op heeft ook daadwerkelijk zijn deel te geven. Dus het was inderdaad een strijd onder de Groningers. Dus 50% heeft wel iets gekregen waar ze recht op hebben en de andere 50% niet. Die er ook recht op heeft. Die er ook recht op hebben. Dus je kan je wel nagaan, ook tussen de Groningers wordt een soort kloof gecreëerd. Waarin we tegen elkaar komen staan. En dat is absoluut wat er niet moet gebeuren. Want als we iets willen, moeten we samen ergens voor staan. En dat moeten we gaan uitdragen. En daarmee moeten we de boer op. Ja, over samen gesproken. Er zijn acties aangekondigd, begreep ik. Aankomende zaterdag zal er op de vismarkt een grote fakkeloptocht, of fakkelprotest zal daar worden gehouden. En wij hopen ook dat daar digitaal aandacht aan wordt gegeven. Niet alleen in Groningen, maar ook landelijk. We willen de mensen het geluid laten horen wat er in Groningen aan de hand is. Wij doen het daar en we hopen dat in den landen iedereen met ons meedoet. Om hier echt actie op te kunnen gaan ondernemen. Dus heel Nederland kan zaterdagavond meedoen aan het protest. Ik roep iedereen op om heel Nederland mee te doen aan het protest. Om achter ons te staan. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor jouw verhaal. En ik zou zeggen tegen iedereen, zaterdagavond zet het vast in je agenda. Waar kunnen we meer informatie vinden? Dat is een goede vraag. Ongetwijfeld, als je het opzoekt, dan kun je het vinden. Fakkelprotest Groningen aanstaande zaterdag vanaf 8 uur, geloof ik. Hè? Vanaf 8 uur begint het, ja. Dankjewel.